Ja, de meester en de lerares die komen er alvast bij zitten. En ik zal even zeggen, ik zou je schoenen maar alvast uitdoen. Maar je weet het maar nooit of je een vieze bak smurrie over je heen krijgt. Het gaat natuurlijk over groep 7, 8 van het palet en groep 8 van het plegelmus. En ik stel jullie zo meteen 10 vragen. Denk je het antwoord te weten, dan druk je op de knop. Heb je het antwoord goed, dan krijg je een punt van mijn fantastische Zep Sidekick Stefan. En als jullie winnen, dan krijg je die hele mooie Zep Live schaal. Laat maar even zien. En verlies je, ja, ik zei het net al, dan krijgt de verliezende leraar of juf... krijgt dan een hele vieze bak smurrie over zich heen. Ja, heeft jullie meester jullie goed lesgegeven? Meester ja. Martijn? Ja. Ja? En hoe staat er bij het palet? Juf ook? Ja? Oké, dan zeg ik handen bij de knop, komt hier de eerste vraag. Zaterdag opent koningin Beatrix het Rijksmuseum. Kijk even mee, want hoe heet dit schilderij dat een hele mooie plek heeft? Jij denkt, ik roep het gelijk, dat is helemaal goed. Een punt voor het palet. Natuurlijk geschilderd door Rembrandt van Rijn. Gaan we naar vraag nummer 2. Jullie krijgen zometeen het geluid van een dier te horen, maar welk dier is dit? Uil. Jij denkt dat het een uil is? Hij ziet er iets wat anders uit, kijk maar mee. Het is namelijk een soort aap, het is een gibbon. Dus dat is helaas niet goed, betekent geen punten. We hadden het er net al eventjes over. De boekenserie Hoe overleef ik van Francine Omen, met wie je nu nog steeds kunt chatten. Hoe heet de hoofdpersoon? Rosa. Rosa, dat is helemaal goed, Joël. Lees jij de boeken ook graag? Wat? Heb jij de boeken ook gelezen? Ja, heel goed. Dat betekent dat het 2-0 is voor het palet. De Gelmers, jullie zitten wel een beetje te giebelen daar. Ja. Handen bij de knop, dan gaan we naar vraag nummer 4. Bij welke racketsport slaan de spelers het hardst? Is dat A, bij tennis, B, bij badminton of C, bij squash? Squash. Jij denkt bij squash? Ik zou het ook denken. Bij squash is het 282 km per uur. Bij tennis 251, dat is dus minder. Maar het hoogste is 421 km per uur bij badminton. Wie had dat nou gedacht? Geen punten, helaas. Ik heb daar, als het goed is, Sidekick, heb je daar een bordje liggen? Iets onder dat zwarte doekje. Pak het er maar bij. En laat het zien, vooral aan de kandidaten die naast jou staan. Nee, ja, zo. Wat is dat voor groente? Asperge. Jij denkt een asperge. Vind je het zo lekker? Nee. Nee? Maar je hebt het wel helemaal goed. Jullie krijgen jullie eerste punt. Hé, goed zo. Dat betekent dat het 2-1 is. Wij gaan naar vraag nummer 6. Wat betekent het als je de zomer in je bol hebt? Dat je verliefd bent. Dat je verliefd bent? Verliefd. Verliefd bent. Je bent niet verliefd, maar je bent wel vrolijk. Ja, jij wou het zeggen, maar jullie hebben geen kans. Dat betekent dat je vrolijk bent, dus geen punten. Wou jij dat ook zeggen? Nee. Dat niet, oké. Okay. Nee, maar goed ook dat je niet hebt gedrukt. Op jullie desk ligt een krijtbordje. Pak die er eens eventjes bij. Want de vraag is... Schrijf 3 planeten uit ons zonnestelsel op. Schrijf er 3 op. Denk thuis ook eventjes na, welke planeten hebben we ook alweer? Een beetje opschieten met schrijven. Mag niet afgekeken worden. Stefan ligt daar helemaal in een deuk terwijl hij opschrijft. Het palet is al klaar. Hoe staat het bij Plegelmus? Nog één wat. Nog eentje. En dan mogen jullie de bordjes omdraaien. Dan ga ik eventjes kijken of het goed is. Jullie zeggen Venus, Saturnus en de aarde. En jullie zeggen Jupiter, de aarde en de zon. Dat lijkt mij... De zon staat op mijn kaart niet bij, maar dat is toch ook een planeet, lijkt mij, toch? Ja. Ik kijk Sasje aan en ik denk, waarom vraag je me? Ik reken dat allebei goed. De zon is ster. Ja. Oh, de zon is een ster. Oh. Ik ga even vragen aan de jury. Weet ik veel. Of de zon... De zon is fout. De zon is niet goed, natuurlijk. Nee, ik denk dat het een geldige punt heeft. Maar goed dat ik niet mee met het septuel. Oké, okay, kijk eens even mee. Naar deze foto. Van welk dier is dit oog? Een zebra. Een zebra, zeggen ze in koor. Dat is goed. En jullie lopen in, want dit is 3-2. En ik heb nog 2 vragen. Handen bij de knop. Door welk land stroomt de rivier de Ganges? Je drukt en ik wil het antwoord nu weten. Brazilië. Brazilië. Niet goed gegokt. Het moest namelijk zijn India en Bangladesh.
Dat betekent dat het 3-2 is. Dit is de laatste vraag. En dat het palet deze vraag goed moet hebben. Anders verliezen jullie met het Zep-duel. Hoeveel appels gaan er in een dozijn? Jullie waren eerder? 12. Jij zegt 12. Dat is goed beantwoord. Dat betekent dat jullie hebben gewonnen. Ja, en kijk eens even wat dat betekent. Je juf heeft haar schoenen alvast uitgedaan. Juf, zit er klaar voor? Ja? 3, hoofd omhoog, 2, 1, go! Oh, wat heerlijk! Ja, u ziet bijna niks, maar kijk even mee naar dat scherm. Gaan we even kijken hoe het er in slow motion uitzag. Dat blijft toch heerlijk om te zien. De echte fans van het Klokhuis weten het natuurlijk al lang. Maar voor de mensen die het gemist hebben, ze zijn vorige week begonnen met een nieuwe serie in het Klokhuis. Niemand mag jou slaan of uitschelden. Niemand mag aan jou liggen.